eierig of tweeierig zijn, weten ze zelf niet. En dat willen ze ook helemaal niet weten. Maar dat het tweelingzusjes zijn, dat is denk ik wel duidelijk. Ze noemen zich Clean Piet, René en Loes. En met wie spreek ik eigenlijk? Loes. Loes. Maar wat is dat toch een raar... Ik vind dat fascinerend. Je kan toch laten uitzoeken of jullie één of tweeierig zijn? Of is het gewoon een stuntje? Je kunt het wel laten uitzoeken, maar dat hebben we gewoon... niet gedaan. We vinden ook het idee van één eigen tweeling zijn wel iets gezelliger klinken. Dus we willen, als we dan twee eigen zijn, dan willen we dat eigenlijk gewoon niet weten. Maar jullie lijken toch sprekend op elkaar? Ja, daarom, wij vinden dus zelf ook dat we één eigen tweeling zijn. Het lijkt me dat jullie dat ook zeggen. Wat denk jij? Ik heb ook een eigen tweeling. Dit lijkt één eier. Ja, dus één eier. Nou, dan hebben we bij deze onderzocht, toch? Het is bij deze door professor Erven Dorens bevestigd. Jongens, jullie hebben meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Net niet gewonnen, helemaal niet erg. Wel in de kijker gespeeld, mooie plaat gemaakt. We gaan straks naar knallende, bombastische muziek luisteren. Nu kamermuziek op z'n allermooist. Hoe heet het nummer? Ik ga op reis en ik neem mee. Ik ga op reis en ik neem mee. Clean Piet. Ik weet niet veel van reizen. Heb het zelf nooit echt gedaan. Maar als ik door jouw foto's kijk, krijg ik zin om weg te gaan. Niet echt nieuwsgierig naar hoe jij het hebt gehad. Ik hoef ook niet te weten wie of wat je hebt gedaan. Ik hoef ook niet te horen of je aan me hebt gedacht. Ik heb zoals afgesproken ook echt niet op je gewacht. Je ging alleen op reis, je was jezelf wat kwijtgeraakt. Ik zag je boven op een berg staan, wie heeft die foto dan gemaakt? En ik ben dus niet veranderd, maar ik heb het geprobeerd. De kater kwam later, maar hij is gearriveerd. Clean Piet. De plaat is gemaakt, tour door het land, staat onder meer op Oerol. En Oerol is uiteraard op Terschelling.